Dames en heren, daar zijn we weer in Fallout 76. En vandaag gaan we op zoek naar vrienden die ons kunnen helpen naar die modman te komen. Oftewel, dat kamertje van de vorige aflevering, om precies ja, te zijn. Ja. Deze gozer maakt een heegeluid naar ons. Echt? Heb je level 2 lockpick skill? Dat weet hij niet. Dat weet je niet. Want we hebben die level 2 nodig voor dat deurtje waar we niet in konden. Ja. Ik ga je vertellen, Timon. No. Ik heb gedroomd. Visioen. Noem me Hodor. Ja. Had die visioenen? Hodor had niet echt maar visioenen. Ik ben een Hodor met visioenen. Je bent wel een beetje dommig als Hodor. Timon, kap nou even één keer. Mijn visioen was, achter die deur zit die modman. Dat zou zo maar kunnen. Zit hij gewoon, niemand heeft ooit dat deurtje opengemaakt. Dan zit hij gewoon te wachten tot iemand hem vrijlaat. Het is echt een opperbeest. Meneer, heb je ook nog wat eten voor ons? Wil je eten met me ruilen? Oh, wat is dit nou voor iets moois? Oh, ben je aan het ruilen nu? Ik ben aan het ruilen met die gozer. Zijn hoedje. Oh, mudfruit. Nee, zijn hoedje. Zijn hoedje. Waar staat zijn hoedje? Ja, hij heeft een hoedje op. Die gaan we gewoon van hem stelen. Ik weet wel een beetje aan mannelijkheid tonen. Hij heeft het net zoals hij ze vraagt, hey, mag ik een t-shirt hebben? Dat is eigenlijk iets wat je niet doet aan iemand. Op, nee, precies. Hij draagt het. Al gebruikt hij het nou niet. Oké. Wat is nu zo van, hey, mag ik je broek hebben? Geef me je broek alsjeblieft even. Mag ik je broek? Oh, mooie schoenen. Zullen je schoenen ruilen alsjeblieft? Nee, het was een voorbeeld. Het was een geintje. Ik wil alleen je hoedje. Nee, ik wil alleen zijn hoedje. Kijk, wil zijn hoedje echt sowieso niet afstaan, Peter. Oh, we hebben al een hoedje op ons hoofd. Oh, je dat hoedje. Hoppa. We hebben al een hoedje op ons hoofd. Kun je stekken? Je ziet het niet eens. Hij gaat er precies omheen, maar we hebben er wel twee op. Dat zou echt een droom zijn. Oh, hij zit er al op. Hij is al gestapeld. Kijk nou, twee. Ik heb er twee. Maar ik denk niet dat er toch nog dat er niemand komt. We wachten nu al een tijdje. En die twee hoedjes staan wel beter. Ja, het staat wel beter. Het is voller, is staat op mijn hoofd. Zullen we gewoon naar, we kunnen wel naartoe gaan misschien. Of denk je van niet? Ja, ik weet je waar ik bang voor ben als we gaan en we kunnen gewoon niet naar binnen. Ja. Maar wachten is ook heel saai. Dus wachten is saai, ja. Laten we gewoon gaan. Ik kan er ook heen fast travelen. Maar laten we dat doen dan. Meneer, ik fast travel erheen. Ik ga naartoe fast travelen en jij kan op mij fast travelen. Dan kan je gratis op mij travelen, omdat we samen in een team zitten. Kijk nou, dit is echt een topper. Point. Oeh, 11 euro. Nee, dan mag hij mag zometeen wel lekker 5 euro aan me betalen hiervoor. Je zei net gratis. Je zei werkelijk gratis. Ja, maar wist ik veel beloofd. Dat ik... Ja, Peter. Ja, maar je hebt toch gratis beloofd? Ik wil 5 euro wil ik er wel voor terug, hè. Want ik heb zelf voor een taxi. Ik dacht dat het gratis was. Maar als ik het op 10 euro moet betalen... Ja, maar als je het beloofd, hij heeft nu toegezegd nee, als je ik 10 euro moet betalen, moet hij ook 5 euro betalen. Hey. Kom je op mijn feestje, gratis drank, kom ik daar. Oh ja, sorry, ik moest voor mijn drank betalen. Dus ja, alsjeblieft 50 ja, dat is euro heel normaal. Geven. Dat is niet normaal. Nee, ik ga 5 euro aan de vraag ook hoor. Ik ga fast travel naartoe. Achteraf ga je het natuurlijk vragen. Natuurlijk. Ja, dan kan ik eigenlijk geen nemen zeggen, want dan is hij de klootzak. Jij bent sowieso de klootzak ik in ben deze niet situatie. De klootzak. Nee, ik ben echt geen klootzak. Maar dat slaat al nergens op in ieder geval. Kijk, dan ben ik hier gewoon weer. Oké, kan hij op ons fast travelen? Ik hoor hem, hij staat al achter je. Ja, hij is er al. Ja, dat is dan 5 euro alsjeblieft, de vriendelijke gozer. Ik ga gewoon iets doen wat niks waard is. Recht, kijk, dit toch? Is niks waard. Die gasprijs is voor 5 euro. We hebben hem nodig. Straks gaat hij zeggen, ik maak de deurtje niet open. Voordat je mij iets geeft. En dan zijn we genaaid. Ja, Peter, ik heb 11 euro uitgegeven aan de taxirit. Wat boeit het nou als we die modman kunnen zien straks? We kunnen straks die modman misschien die zien. Die modman die zegt van, wil je me zien? Denk aan mijn visioen, 5 Timon. Euro. Denk aan mijn visioen. Wat is gebeurd in je visioen? Modman op zijn hurkies achter die deur. Ja, ja. Gaat hij ons ook laten schrikken, denk je? Nee, want dat vindt hij lullig. Hij is wel een soort van schattig. Hou je 5 euro, we gaan erop af. Wacht, ik kan ook wel een... Ah, misschien heeft hij onze video's niet gezien. Dan gaan we gewoon een springbattle doen. Voor 5 euro wie wint, hoger kan springen. Dat kun je vragen. Dat is eerlijk. Dat is nog steeds niet eerlijk. Het is nog steeds duidelijk oplichterij. Want het hele punt is dat jij hoger kan springen dan iedereen. Ik ga even naar de Modman Museum. Kijk, hier is het alweer, joh. Ja, hier is het al. Vorige keer waren we helemaal aan de andere kant. Kijk, dit hebben we vorige keer gemist. Zo! Kijk nou eens even, joh. Hij heeft ook een sixpack. Nee, oh, 8-pack. Hij heeft ook een onderbroekje aan. Alsof het echt een superheld is. Het hoeft geen superheld te zijn om ondergoed te dragen, Timon. Ja, maar de meeste superhelden hebben toch onderbroekje? Voor jou is het misschien een heel ding, maar het is niet superheldwaardig. Al is het straks zo'n gozer die verkleed is in een mod, dan ben ik echt zo teleurgesteld. Dat is het echt een teleurstelling. Meneer, kan je dit deurtje openmaken? Kijk, het museum, jongens. Daar zijn we weer. Nee, dat kan hij niet. Maar geeft geen antwoord. Hij sprint echt direct. Maar als hij die deur niet open kan maken, dan hebben we niks aan. Nee, dan kan hij de andere deur ook aan. Niet openmaken. Ja. Die staat echt... Oh, als deze open staat, is die andere misschien ook open. Denk je echt? Nou, deze is toch open? Of is dat omdat wij die zelf hadden opengemaakt de vorige keer? Hij gaat er wel echt voor. Nee, hij gaat echt een schijnbeweging doen. Kun je het?
hij beweegt zijn lichaam neen. Hoe gaan we dit ooit oplossen dan, Tim? Ja, dit is helemaal klopt. We moeten iemand vinden die ons kan helpen. We kunnen niet... Maar hoe? Misschien moeten we nog eventjes bij de vault kijken of er nog meer mensen komen helpen. Net als deze gozer. Als dat niet werkt, dan moeten we droppen. En hier is een gozer. Mikey! Mikey! Hey! Ja! Lekker hoor. Oh, Mikey is wel level 10. Misschien kan hij het dan. Mike, kan je ons helpen? Oh, gaat er gelijk hij voor. Hij heeft het! Dit is echt hij heeft het! Hij man, heeft joh. Het! Ja, wat gaat gebeuren, jongens? Het echt doen, of niet? Nee, Mike, kom. We willen door dit deurtje. Mike, kom maar. Kom eens. Kom, Mikey. Kom maar, Mikey. Ja, daar komt hij. Goed zo. Kun je het deurtje openmaken? Mikey. Ja. Ja. Hij is slim, hij snapt het. Oh. Oh, dit... oh, wat een schijnbeweging. We nemen ons alweer in de maling. Echt. Hij kan het ook oh, niet. Dus hebben we twee man opgescheept en nog steeds kunnen ze het niet. Die gasten zijn agressief. Zo... maar ze komen allemaal zo zelfverzekerd aangelopen. Ja. En met level 10 komt hij trots, komt hij. Maar het gaat ons lukken, Timon. Beetje bij beetje komen we dichterbij. Er komt straks iemand die het gewoon voor ons gaat doen. Ja. En daarachter, denk aan mijn visioen. Ja, waarom zegt de chat allemaal vuurtoren? Iedereen in de chat zegt vuurtoren, om een of andere reden. Is hij bij de vuurtoren? Daar is natuurlijk licht, Peter! En waar houden motjes van? De grootste lamp die er is op aarde, zo'n beetje een vuurtoren. Tuurlijk, Peter, dat we daar niet over nagedacht hebben. Kijk eens op de map dan, is dat in de buurt? Of zit de chat ons in de maling te nemen? Want dat zou me ook helemaal niks verbazen, hè? Hier is een vuurtoren. Is het een vuurtoren? Dit is een vuurtoren, toch? Het is wel vuurtorenachtig. Dit is gewoon duidelijk een vuurtoren. En ik zie daar een gigavlinder. Nou, dat 1 plus 1. Dat moet toch een hint zijn? 1 plus 1 volgens mij is dit. Even koppen bij elkaar, mannen. Denken jullie dat een motman bij een vuurtoren zit? Of is het onzin? Want hij schiet daar op een bordje. WC's? WC's. Waarom zou die zo goed op slot zitten? Die staat beter op slot dan een museum zelf. Wat, zou je echt al in de wc achter zitten? Het verklaart wel waarom je in mijn vision... door zijn hurricane. Denken jullie dat hij bij de vuurtoren kan zitten? Of denken jullie dat het een maling is? Anders moeten we gewoon op naar die vuurtoren gaan. Dan gaan we hem gewoon in het echte tegenkomen. Hij weet het niet. Maar hij is echt flink op slot. Gewoon als iemand op een wc zit. Dan voel je wel fijn dat het niet zomaar de deur open gaat. Ik heb het ook hoor. Ik moet ook echt weten dat er niemand in de buurt is. Anders lukt het me gewoon echt niet. Dus een paar dubbele sloten zouden wel helpen. Hey jongens, mannen. Zullen we naar het vuurtorentje gaan? Ja, hoppa, we gaan naar de vuurtoren. Boom! Het wordt weer echt een lange reis, denk ik. Is er een punt waar we dichtbij kunnen fast travel of wil je gewoon echt de reis ervaren? Dit is echt een gigantische reis, joh. We kunnen kunnen we hier gewoon... Grafton. Super dichtbij. 22 euro en zo, dan mogen ze echt... Nee, dan moeten ze betalen, hoor. Ik ga niet voor 22 euro. Timon, hoeveel hebben we? Airport 25. Timon, het gaat toch we om die mop... We hebben 55 euro, hè, zelf. We gaan toch om die mop, man. Wat maakt die 23 euro ja, dan maar dan uit? Mogen ze toch ook gewoon 1/3 betalen? Kijk, je kan zeggen, als ze willen bijdragen, mogen ze het doen. Maar je gaat ze niet dwingen, want we hebben hun hulp nodig. Mensen zeggen dat ze verkeerd. Ze zeggen dat dit een vuurtoren is. Is dit een vuurtoren? Ja, ze zeggen allemaal dat hem is, ja. En dan gaan we daar toch heen. Gaan we hierheen. Lopen met die mannetjes! Kom maar, ga erop af, mannen! Oh. Schietend er naartoe, ja, dat is echt wel heel chill. Cowboy-stijl, ja. Ik heb het gevoel dat het gaat gebeuren. Ik denk dat we gewoon echt die motman gaan vinden vandaag. Maar gaan we hem aankunnen? Dat vraag ik me wel echt. Wat... aankunnen? Ja, hij zal best wel sterk zijn, toch? Wil je hem niet vermoorden? Wil je hem niet vermoorden? Is dat je hele doel al die tijd? Ja, toch? Je bent zo'n trofee-hunter of zo. Je vindt het een mooie man en je wil hem doodmaken. Ja, toch? Dat is toch een hele... Nee, we gaan hem niet doodmaken! Wat wil jij we gaan hem doodmaken! Oké, dus dan gaan we gewoon even kijken hoe hij eruit ziet en dat is het dan. Wat is er nou je probleem? We gaan hem niet gelijk doodmaken! Ik weet niet, als we dit zeggen tegen die andere gasten, dan zeggen die ook van... Ja, weet je wat? Laat maar. Ik ga wel niet mee. Vraag ze of we die mopman gaan doodmaken. Jongens, kom even bij elkaar. Gaan we die mopman doodmaken of gaan we gewoon bewonderen? Even duimpje omhoog voor doodmaken, duimpje omlaag of bewonderen. Ik weet het ook niet. Zij weten het ook. Het is precies 50-50. Precies. We moeten eerst nog kijken of hij bestaat ten eerste. Ten tweede, niet gelijk schieten als we hem wel vinden, oké? Oké, dan gaan we wel niet schieten. Maar ik weet niet of ik me in kan houden, hoor. Maar verwacht jij dat hij er echt gaat uitzien zoals het standbeeld? 1-1? Nee, hij gaat geen onderbroek aan hebben, lijkt me. Hij gaat dat maakt hem wel menselijk. Zijn, toch? Ja, dat lijkt me ook. Hij is volgens mij heel zacht en knuffelbaar. Hij gaat wel een beetje schattig uitzien. Boe! Even kijken. Kijk, nou, dit is wel heerlijk hoor. Aloop, moeilijk hè. Oh, hij is nog steeds bezig. Nou, hier staan kokhalzen ervan. Kokhalzen die... Oh, the fuck. The fuck, joh.
Hij vindt het echt niet leuk. Hij werd vroeger ook gepest met dat hij niet hoog kon springen of zo. De slappe beentjes. Ik heb ook honger. Ik sterf van honger. Mannen. Mannen. Ik heb een beetje honger. Hebben jullie wat eten voor me? Kijk, ze allebei zoeken gelijk. Dit zijn echte topgozers. Oh, heeft hij gedropt? Wolf! What the fuck was dat? Zeg wat hij had! Kijk nou! Een motman. Hoe kom je hier aan? Heeft hij een vagina? Wat? Hij hoe... Wat? Heeft Motman een vagina waar hij eieren mee legt? Ik ga het niet opeten, dat weet ik wel. Ik weet niet... Ik weet niet precies wat het is, maar ik ga het niet opeten. Wat? Naar de smaak of naar de vagina? Smaak. Van de... Ei, van ja, het, het ei. Eitje. Ja, van het eitje. Laten we even duidelijk zijn, het eitje. Ik maar weet niet of ik dat wil eten, Timon. Dat is al heel ranzig. Het wordt zeg maar... Een kip staat zo ver af... In de voedselketen, weet je wel, zo ver van je af. Maar die Motman... Is gewoon een beetje... Staat wel in dezelfde categorie, denk ik. Dus als je uitwerpsel van een... Motman gaat eten, vind ik toch wel een beetje... Ja, maar hij kan ook wel zeggen, hé, hey, dit is een Motman-ei. Het kan wel net zo goed gewoon een eitje zijn. Mm. Oh ja, dit is een Motman-ei. Een beetje een... plastic en al. Het is niet een normaal ei. Dat moet je echt niet, dit moet je echt niet in je gezicht doen. Dit ziet er zo ranzig uit, het joh. Het heeft een tepel. Ik ben toch wel een beetje benieuwd, hoor. Nee. Ik ga gewoon één happie. Nee, echt serieus. Nee, Timon, even niet doen. Kap, serieus, je moet even het niet doen. Happie. Nee, Timon, even serieus. Nee, niet doen. Hij heeft het opgegeten. Dat is echt... Echt heel ranzig. Ja, smaakt ook niet heel lekker. Maar jij koudt ook niet, je slikt slik echt gewoon door. Dus als... Ik heb maar één happie, joh, prima. Kom, we gaan weer, mannen. Ze twijfelen nu wel een beetje om het te volgen ook. Ze even, wat is dit nou voor een geflipte? Ik weet ook niet echt wat een eitje is. Ja, maar dat stopte je niet. Ik ben gewoon benieuwd. Ik heb toch Bear Grylls zie ik af en toe op tv. Die eet, gaat gewoon proeven. Als je het niet weet, gewoon altijd proeven. Als ik een ei zou leggen, zou je het dan opeten? Ik zou wel even proeven, denk ik. Gewoon van één hapje. Maar jij bent net proeven. En je, echt als een struisvogel deed je het in je mond en je slikte gelijk. Je forceerde het je keel in als een reiger meer. Je lichaam stoot het af, maar toch ging je door. Je weet toch nooit, misschien was het wel erg lekker. Dat is geen proeven. Dat is wel proeven. Mannen, we zijn er bijna. Kunnen jullie alvast even dat lampje op jullie... Pipboy aanzetten. Waarom dat? Ja, motjes houden van lampjes. Oh, yeah. Dan komen ze wat sneller. Komt hij snel wat te snel op ons af. Okay, je moet wel blijven nadenken. Ja, yes, tuurlijk. Wat is iets dat ik ga zeggen? Oh, je ruikt een beetje uit je mond. Het geur komt me bekend voor, maar. Oh, moet hij naar boven? Ja, voor mij is het geen probleem om hier bovenop te springen hoor. Maar ik denk niet dat die andere mannen het kunnen. Zullen we maar omlopen of. Die wallcrawler. Walman, je moet gewoon gaan als je moet, Timon. Als je moet, dan moet je. Ik vind het lullig om die gasten achter te laten, maar sorry, ik heb nou eenmaal die benen. En dan kan je gewoon gaan. Ja, sorry man, ik zie jullie boven. Hoppa, Timon, kijk nou joh. Geen enkel probleem. Oh, maar Timon, hop. Ja, het lukt echt. Hop. Nee, kom op joh. Oh, hij is er ook al, dus ik weet niet. Hij gaat ook echt al heel... Hij chokt ook echt alsof hij echt het mannetje is. Grappig, man. Wat? Grappig, hoor. Oh, daar. Is dat een lamp? Oh, lamp is het. Is het hem? In de hoofd!